En we doen er echt met een leuke. Even lachen. Dit is ontzettend geinig. Dit is een e-mail, die heb ik gekregen. En die komt van de ABN AMRO. Ja. En dat is ABN AMRO e-mail at nl.abnamro.com. Dus dat lijkt mij toch behoorlijk officieel. Hè? En ik ga dus binnenkort iets van 1000 gulden kwijtraken. Dat zie je wel, hè? Dat staat dus hier. Dat is 1000. Euro is 2,5 of zoiets, 2,3, maar ongeveer is dat gewoon 1000. Is deze afschrijving niet terecht? Nou, dat lijkt mij niet. Ik zou niet weten waarom dat afgeschreven moet worden. Dus dan ga je naar de ABN AMRO officiële site. Ja, dan moet je eerst zeggen dat je cookies accepteert. Nou, ik ben nou een cookie monster, dus ik accepteer de cookies. Ja. Nou, jeetje, maar dan ben je, oh, uw keuze is opgeslagen. Nou, ik word helemaal bang in mijn onderbroek, man. Nou, even kijken hoor. Waar moet je dan naartoe? Ja, kijk. Nou, kijk. En nu gaan we lachen. Dan gaan we dus 0900. 0024. En dan heb je uitleg van de belkosten, maar die hoef ik niet. Oké. Kijk, hij doet het. Welkom bij ABN AMRO. Mooi. Wij willen u graag goed van dienst zijn. Nou, ben ik u ook hoor. Uw rekeningnummer. Ah. Heeft u geen rekeningnummer bij de hand? Toets 1. Bent u nog geen klant bij ABN AMRO? Toets 2. To continue. Voor vragen over particuliere dienstverlening, kies 1. Voor vragen over zakelijke dienstverlening. Ik kies voor 1. Maar het is een gokje, mensen. Wel, je weet niet waar jij. Kan ik u van dienst zijn? Ha? Betreft het een schade? Zeg ja of nee. Ja. Betreft het een schade? Toets 1. Anders toets 2. U wordt doorverbonden met een van onze adviseurs. Ogenblik alstublieft. Ik weet niet waar dit gaat eindigen hoor. Welkom bij het schadeservicecenter van ABN AMRO Verzekeringen. Graag maken wij u erop attent. Oh shit. Dat het gesprek opgenomen kan worden voor trainings- of kwaliteitsdoeleinden. Ik zit fout. Ik zit bij de verzekering. Dat word ik helemaal niet. Goedemiddag, met Guus Mol spreekt u. Hey, goeiedag. Ik spreek in Perry Winkel uit Arnhem. Ik ben volgens mij bij de verkeerde persoon terechtgekomen door de computer, maar ik heb een mail gekregen van jouw organisatie dat jullie binnenkort 421 euro en 32 cent van mijn rekening af gaan schrijven per 3 juni 2016. Maar heeft dat verband met een schade? Nou ja, ik vind het wel, ja, kijk, precies, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik vind het schadelijk dat dit gebeurt. Ik snap dit niet. Ik ben vroeger bij jullie klant geweest. Maar gaat dit om een gemelde schade? Een opstalschade of een rijschade of een inboedelschade? Nee, niet echt. Het gaat over een mail dat jullie gaan van mijn rekening 421 euro en 32 cent afschrijven. En ik heb dus een rekening gehad bij jullie organisatie, maar die gebruik ik toch al heel lang niet meer. Ik snap het helemaal niet. De bank, hè? Huh? Ik spreek nu met het verzekeringsbedrijf in Zwolle. Ik heb de ABN AMRO via het internet 0900. Ja, je mag me ook doorverbinden met een collega die hierover gaat. Maar ik weet niet waarom dat afgeschreven is. Is dat een bankaangelegenheid of heeft dat betrekking op een gemelde autoschade bijvoorbeeld? Het gaat over een Europees incasso. Oh, dat heeft niks met schade te maken voor de verzekering. Ja, maar het is toch mijn geld of is het van de ABN AMRO of zo? Die schrijf maar af als ze zin hebben. Nee, ik weet totaal niet waar u het over geeft. Want nee, ik nogmaals, ook niet, mijn vriend. En daarom. Met de bank. U spreekt helemaal niet met de ABN AMRO bank. Ik kan daar ook helemaal niks van zien.
en ik heb het toch ook. Een andere tak waar u terecht moet zijn. Ja, maar goed, ik heb jou. Nu heeft u de verkeerde weg gekozen, zeg maar. Ja. U bent nu terechtgekomen bij het verzekeringsbedrijf. Ja. ABN AMRO Delta Lloyd in Zwolle. Maar dat is ook ABN AMRO, toch? Ja, maar niet de bank, hè? Dat is volledig los. Oh. Ik ben nu met het verzekeringsbedrijf. Wij doen geen bankzaken verder. Wij behandelen alleen schades die mensen melden. Precies, dus banks. Rijschade of een. Ja. Wij zijn een joint venture gekoppeld aan Delta Lloyd en de ABN AMRO Bank. Oké. Okay. Nu heeft u een, u heeft nu een akkefietje met de bank, denk ik. Dus ja, dat lijkt me wel, ja. Dus daar kan ik u niet mee helpen, helaas. U moet in het menu dus niet kiezen voor schade. Dan komt u bij de bank terecht. Oké. Okay. Nou, dan ga ik zo snel mogelijk nu het gesprek afbreken, want jij moet ook weer aan het werk. En dan ga ik het opnieuw proberen via dat menu. Goed. Dankjewel voor je tijd. Ja hoor, en een prettige dag. Dag. Dag meneer. Nou, dat ging goed. Vond je het niet? Nu krijg ik er echt zin in. Kijk hoe die nou gaat. Overboeking. U wordt doorverbonden met een van onze adviseurs. Een ogenblik alstublieft. Hey. Klinkt goed. Goedemiddag, u spreekt met Marielle Verhulst. Wat mag ik voor u betekenen? Ja, goedendag. Ik spreek met Perry Winkel uit Arnhem. Goeiedag. Goeiedag. Ik heb ooit bankzaken gedaan via de ABN AMRO. Daar had ik een rekening. En die begon met 5-7. Maar inmiddels zit ik te bankieren bij de Rabobank al een hele tijd. En nu heb ik een mail gekregen van jouw organisatie. Dat jullie €421,32 gaan afschrijven. En dat moet dus van die rekening zijn die begint met 5-7. Nee, maar dat is echt phishing mail, meneer. Hoe weet je dat? Dat is voor iets van webhosting, klopt dat? Strato webhosting. Ja, dit is phishing mail. U mag dat gewoon verwijderen. Dat is niet van ons. Wat leuk, wat goed. En hij is afkomstig van het e-mailadres abnamro.com. Dat domein. Heeft u het hele e-mailadres? Ik heb hier alles. Heeft u bijvoorbeeld het hele e-mailadres waar het vanaf afkomstig is? Ja, ik kan het voorlezen. Oké. Eén seconde. Dat is ABN AMRO e-mail. En dan at nl.abnamro.com. Dat is toch echt jullie domein, of niet? Ja, snl.abnamro.com wel, ja, dat klopt. Maar ABN AMRO e-mail, snl.abnamro.com is niet van ons. Voor de zekerheid mag u hem doorsturen hoor, naar ons valse e-mail postbus. Ja, en wat gaan jullie eraan doen? Ja, natuurlijk gaan wij zorgen dat de e-mail uit de lucht gehaald wordt. En ik ben de enige die dit soort e-mails krijgt? Zeker niet. Nee, ik heb vandaag echt al minstens 10 mensen gesproken die deze e-mail hebben ontvangen. Nou. Oké, dus je hebt dus voldoende info om deze eikels uit de lucht te halen. En aan hoeveel weken heeft jullie organisatie nodig voor zoiets? Dat weet ik niet, meneer. Nee. Kan ook maanden zijn. Ik heb geen idee. Nee, ik krijg al jaren dit soort mails. Ja, iedereen heeft er last van. Ze proberen steeds weer wat anders. Maar goed,
als u gewoon bij ABN AMRO geen klant bent, kunt u in ieder geval alle mails van ABN AMRO al weggooien. Ja, het punt is, ik krijg het gewoon ook bij de Rabobank, heb ik ook al die dingen. Ja. Poef. Ja, tegenwoordig proberen fraudeurs op alle mogelijke manieren geld van u in handen. Ja, maar die fraudeurs die hebben toch voornamen en achternamen en een woonplaats of een verblijfplaats. Ja, en we hebben geen geld voor de politie of zo om daar achteraan te gaan. Waarom zegt u zoiets? Nou, omdat ik al heel erg lang van dit soort phishing mails krijg. En er zijn volgens mij ook mensen die erin trappen. Er zijn fraudeurs die dat proberen. Ha? Wat zeg je? Er zijn natuurlijk steeds weer nieuwe mensen, nieuwe fraudeurs die dat proberen. Dus het is niet zo als wij één iemand achterhalen dat er geen phishing meer wordt verstuurd. Maar hoeveel van die fraudeurs zijn er eigenlijk achterhaald? Dat weet ik niet. Nee, volgens mij geen enkele. Maar ja, ik heb het nooit gezien op het internet. Maar je weet er nu van. Ja. En haal hem uit de lucht. Want dit mag je toch niet toestaan? Nee, zeker niet. Absoluut. We zijn er ook zeker niet blij mee dat deze e-mail is verstuurd. Nee. Nou, hartelijk, dan zijn we het daarover eens. Dank je wel. Tot de dienst, meneer. Alsjeblieft, dag. Nou, dat was wel een aardige. Die arme mensen. En het is zo simpel, hè. Je moet gewoon die lui moet je uit de lucht halen. En aanpakken. Maar dat doen ze niet. Ze blijven er maar last van hebben.